Hey iedereen, het is vandaag maandag. Het is mijn eerste vlog ooit. Ik ga jullie proberen een week in mijn leven te tonen. Ik ga zoveel mogelijk proberen te filmen. Dus laat zeker weten als jullie het leuk vinden. Het is vandaag dinsdag. We zijn aan het... Poetsen. Jens is ook aan het poetsen. Ik ga het jullie tonen. Dus het is een heel productieve dag, maar er is gewoon niet zo heel veel te filmen. Maar ik ga het jullie even tonen. Oké, na 3 uur poetsen is het terras klaar. We hebben alles gepoetst. Ik ga jullie even het resultaat laten zien. Voilà, oké, dit is het resultaat dus nu. We hebben de lounge op een andere plaats gezet. Hier stond normaal de eettafel. En de eettafel hebben we nu op de plaats gezet waar dat de lounge stond. Lekker lunchen! Jens heeft weer een gezonde bowl. Ik heb weer een lekker ongezonde pannenkoek. Smakelijk! Smakelijk! Het is ondertussen al avond, het is hier buiten al donker. Ik heb nog opgeruimd. En nu moet ik nog een beetje studeren. We moeten doen wat moet gebeuren. Het is woensdag vandaag. Ik heb me net al even klaargemaakt. Ik heb een beetje YouTube gekeken. Jens is al vertrokken naar de club. Hij heeft vandaag wedstrijd, dus normaal hebben ze nooit door de week wedstrijd, maar het is een speciale wedstrijd. Dus hij is voor 1 keer op woensdag naar de club en op hotel. En ik ga zelfs voor mijn nagels. Ik heb deze kleur nu al echt een maand, omdat mijn nagels super lang blijven. Dat is echt een hele goede nagelstyliste, maar ze moeten eraf. Ik ben de kleur een beetje beu, dus... Ik ga zelfs jullie meenemen naar mijn nagelstylist hier in Cyprus. Oké, de outfit of the day is super comfy. Het is een trainingspak van de Zara. Het is zo in een crème kleur. Ik heb er gewoon mijn Balenciaga's onder gedaan. Omdat het is echt niet zo heel goed weer vandaag. Het is een beetje frisser. Maar als ik de referenties terugvind van dit pakje, dan zal ik ze zo meteen even filmen. Oké, dit zijn de referentiecodes. Ik denk dat het vestje de 22 euro was en de broek 25 euro. En ik heb ze allebei in een maat small. Oké, ik ben back home van mijn nagelstyliste. Met als resultaat... Wauw! Ik hou echt van babyblauw. Dus ik heb een beetje babyroze met een babyblauw detail genomen. Ik ben er super blij mee. Nu ga ik zelfs fitnessen met de buurvrouw. Dat is echt een super leuke madame. Ik ga jullie haar zelfs even voorstellen. Maar nu ga ik even lekkere crackers eten, want ik heb honger. Oké, als lunch vandaag ga ik gewoon deze crackers eten. Super lekker, gewoon met een beetje kaas. I love it. De buurvrouw. Say hi to the camera. Hi! En wij gaan samen fitnessen. Ja, ja. Oeh! Faster! Faster! More! Oké, kleine update. Ik ben net terug thuis van sporten. Ik heb een beetje gewoon mijn benen getraind. Niet te veel. Ik ga mijn outfit nog even laten zien. Mijn t-shirt is gewoon van Adidas. Mijn broek is van Nike. En mijn schoenen die zijn echt al heel oud. Die zijn ook van Nike. Jens, zijn wedstrijd gaat zelfs beginnen om 5 uur. Nog een kwartiertje. Ik kan de match waarschijnlijk niet gaan volgen. Omdat ze die alleen maar online uitzenden. En die websites lopen heel vaak vast. Dus ik ga die waarschijnlijk niet kunnen live volgen, maar ik ga de live score wel bijhouden. Good morning, het is vandaag donderdag. En dat betekent
dat ik jarig ben. Ik heb niet echt speciale plannen vandaag. Jens heeft gisteren hier allemaal ballonnen opgeblazen. Look at this. Oeh. Sorry. Ik heb mij al een beetje klaargemaakt voor vandaag. Voor een leuke dag te hebben. Ik moet nog ontbijten. Ik denk dat ik gewoon cornflakes ga eten. Me buiten ga zetten omdat het nog zo goed weer is. En voor de rest ga ik jullie meenemen in mijn verjaardagdag. Wij gaan lekker lunchen. Ja, in het centrum. En wat gaan we daarna doen? Shoppen. Nee, naar de winkel. Dan zet je geen eten. En daarna gaan we naar de winkel. Ben je aan het doen? Maar waarom kijk je daar nu naar? Naar wat dan? Naar al die kleren, je hebt die allemaal al eens gezien. Je bent hier pas, je komt hier elke week, dus dat verandert niet elke week, hè? Hey. Kies jij dan iets voor mij? Maar dat is elke week hetzelfde. We zijn ondertussen al terug thuis. Het is ondertussen al avond, we hebben eten besteld, sushi. We zijn nog even foto's gaan maken. We hebben thuis nog even wat foto's gemaakt, ik zal die hier in beeld plaatsen. Oké. En we hebben eigenlijk niet meer zo heel veel gedaan. Een beetje gewoon genoten. En we zijn nog even naar de zonsondergang gaan kijken. En dat was het een beetje voor vandaag. En Jens is een beetje aan het chillenbillen. Die is een beetje, wat was het gaan kijken? Twitch. De sushi is aangekomen. Today, Friday. Zij dat de koers op de verse staan. En we gaan Jens zijn haar scheren. Kapper Camille. Four. Okay. Lachen. Blij mee? Nu gaan wij een beetje nog studeren. We hebben niet meer zo heel veel te doen vandaag. Wij mogen ook eigenlijk niet meer naar buiten vandaag, omdat Jens, zijn teamgenoot, corona positief is. Dus Jens heeft zich moeten laten testen om te kijken of dat hij ook positief is. Nu moeten we nog een beetje samen studeren. Ik studeer communicatiemanagement aan de Hogeschool in Gent. En Jens die studeert nog Spaans bij via de avondschool. En we gaan buiten een beetje samen studeren. Jens is al bezig. Al aan het studeren. En we studeren met een view. Ik ga beginnen aan het avondeten. Ik ga vandaag uiensoep maken. Ik ga dat voor de eerste keer zelf maken. Dus ik weet niet echt hoe ik het ga moeten maken. Maar ik volg gewoon een receptje op het internet. Oké, dit zijn de ingrediënten die je ervoor nodig hebt. 500 gram uien. Ik heb iets meer. Boter, 50 gram. Dan heb je tijm en laurier nodig. Maar ik heb geen laurier. Normaal heb je vleesbouillon nodig. Maar ik gebruik gewoon kippen en groentebouillon. En je hebt gewoon water nodig. En dit is het receptje dat ik gebruik. Ik zie ook nog dat je nog bloem nodig hebt en kaas natuurlijk, als je dat wil. Oh, ik moet echt wenen van die ajuinen. Oké, die ajuinen hebben me echt... Ik doe dat nooit meer. Ik heb de uien in halve maandjes gesneden en nu ga ik ze bakken in de pan. Ik heb net de uiëntjes gebakken en dan heb ik er nu 1 liter denk ik bijgedaan. Ja, 1 liter water bijgedaan en 2 bouillonblokjes. En nu ga ik dat 30 minuutjes laten koken.
De soep is bijna klaar. Ik heb de oven voor verwarmd op 200 graden, denk ik. Ja, ik heb die op 200 graden voor verwarmd. En nu heb ik twee kommetjes klaargemaakt, die ik zo meteen ga tonen. En ik heb daar al brood in gedaan, stokbrood. En zelfs ga ik de soep in schenken. En dan ga ik er nog kaas op doen en even in de oven zetten om te gratineren. Dus ik heb twee sneetjes brood, stokbrood erin gedaan. En nu ga ik zelfs hier de soep rond doen en daar dan nog de kaas over. En dat gaat dan de oven in om te gratineren. Ik heb de soep net uit de oven gehaald. De kaas heb ik een beetje laten smelten. Niet echt gegratineerd omdat ik bang was of dat de kommetjes gingen barsten misschien. Maar oké. Ik ga zien of ze lekker zijn. Wij zijn onderweg voor te lunchen. Jens is de chauffeur in ons bolletje. We gaan... Zit je met uitlachen? Ja. Ja. Nou, ik zal zelfs de crossmobiel laten zien. Maar wij gaan eten in het centrum. Bij een super lekkere... Dat is zo... Wat is het? Cypriotisch restaurant. Het is een Cypriotisch restaurant, maar ze hebben daar super lekkere pasta, dus ik ga een pastatje eten en ik neem jullie weer mee. Onze scootermobiel, onze Ferrari, hè? Waar komt uw outfit? Zara. Noem het dus op. Trui. Zara. Broek. Zara. Schoenen. Bijkorf. Alexander McQueen. En nu zijn we nog even gestopt bij de bakker. Hier in Cyprus drinken wij superveel ijskoffies. En er is één plaats waar dat ik de koffie heel lekker vind. En dat is hier. En nu gaan wij een koffie halen. Koffiebarry is weg. We zijn ondertussen terug thuis en ik heb nog een superleuk iets om met jullie te delen. Want ik heb een samenwerking gestart met Princess by Jules. Ik ga haar Instagram hier even plaatsen en ook haar link van haar Instagram in de description plaatsen. Samen met haar en 5 andere influencers hebben wij een filterpakket gemaakt. In dit pakket zitten 6 verschillende filters die ontworpen zijn door ieder één influencer. Dus ik heb eentje ontworpen of laten ontwerpen door Julie, de eigenares van de pagina. En de andere influencers hebben ook hun eigen filter ontworpen. Nu, die 6 filters die zitten samen in één pakket. En dat pakket kan je nu kopen met een kortingscode. En die kortingscode is INFLUENCER10. Ik zal een paar voorbeeldjes tonen van mijn filter die erin zit. Ik zal die hier even plaatsen. Dit zijn een paar voorbeeldjes wat je ermee kan doen. Natuurlijk, je kan die foto, die kleuren nog altijd een beetje zelf aanpassen. Want het hangt ook natuurlijk een beetje van de belichting af. Maar nu kan je dus die aankopen met een kortingscode. En die kortingscode is geldig tot 5 december. En er gaat toch wel 10% korting af. Dus dat is toch wel een mooie korting. En je hebt er 6 filters voor die je voor altijd kan blijven gebruiken. Jens heeft ook een gamingkamer. We hebben eigenlijk 3 slaapkamers. 1 slaapkamer voor ons. En we hebben dan nog 2 slaapkamers voor gasten te laten verblijven. Maar met de corona kan er nu momenteel echt geen familie komen. Omdat Cyprus heel streng is om mensen toe te laten. Dus we hebben eigenlijk 1 slaapkamer veranderd in een gamingkamer. Ik ga jullie die even tonen. Hij is nu aan het gamen. Hij is FIFA aan het spelen. En hij is... Zit je Formule 1 aan het kijken? De kwalificatie van Formule 1 ook nog aan het kijken.
een man kan dus wel multitasken als hij wilt. Hij is dus aan het gamen en hij is dan nog eens Formule 1 aan het kijken. De kwalificatie, amai. Ook ga ik de vlog voor vandaag afsluiten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de eerste vlog. Volgende week komt er weer een nieuwe vlog online, ook op zondag. Dus vergeet niet te abonneren en laat zeker even een reactie achter en een duimpje omhoog.